Ik wil u namens de platform Historische Vereniging Hardenberg allemaal van harte welkom heten hier in ons museum in Gransbergen. Een speciaal woord van welkom voor onze wethouder, Douwe Prinsen, die zich bereid heeft verklaard om de openingsactiviteiten voor zijn rekening te nemen. Daar ben ik heel blij mee, Douwe. We zijn hier met z'n allen bij elkaar gekomen voor de Open Monumentendag. Open Monumentendag 2014 Hardenberg. En het landelijke thema is op reis. Wil ik nu graag het woord geven aan Douwe Prinsen. Ja, dankjewel. Fijn dat u er bent. En wat ik vanuit de gemeente altijd heel mooi vind te vernemen, dat zo'n jaar of 12 na de herindeling, dat er 5 historische verenigingen die deze gemeente rijk is, dat die op deze wijze samenwerken. Op allerlei andere terreinen wordt er samengewerkt, maar het is ook goed dat de historie, het cultureel erfgoed wat we in deze gemeente op de verschillende plekken hebben, dat we dat goed bewaren. En dat als we open dagen hebben als deze, dat daarin op een juiste wijze wordt samengewerkt. Dan gaat die dames en heren, ik verklaar hierbij de Open Monumentendag 2014 in Hardenberg voor geopend. We staan bij Sjoerd Oostenbrink, bij de combinatie die jij vandaag heeft ingezet. Sjoerd, kun je ons iets vertellen over wat je bij je hebt? Ja, zoals je ziet is het een Volkswagen Samba bus. Ze zijn erg zeldzaam en daardoor ook erg kostbaar. Maar daarnaast is het ook heel erg leuk om ermee te rijden, want hij wekt veel interesse, zeg maar. En de caravandrager is ook zelf gerestaureerd. En dat is een ander, komt uit Italië. De importeur is Pon, dezelfde importeur als een Volkswagen. De caravan is 40 jaar oud, van de eerste eigenaar en alles functioneerde. Dus alleen maar in een andere kleur. Ja, wat wel restaureren, dat wel. Maar het past perfect bij de bus. Dus. Hoe kom je aan de hele combinatie? Hoe kom je bijvoorbeeld aan de bus? Ik had hiervoor een bus die is uitgebrand. En toen moest ik weer opnieuw. En na lang zoek heb ik deze bus in Californië gevonden, geïmporteerd en gerestaureerd. Het klinkt allemaal wat makkelijk, maar er gaat jaren overheen, heel veel tijd en energie. En daarna die caravan gevonden bij een collega en ook gerestaureerd. Nou, een hele combinatie, ik ben er tevreden mee. Ga je er ook mee op vakantie? Nee, dat niet.